Drie mensen raakten dinsdagmorgen gewond bij een ernstig ongeluk op de A31 bij Leeuwarden. Op de afrit richting Drachtsterplein kwamen twee auto's in botsing. Een van de gewonden zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. De aanrijding zorgde voor een forse verkeerschaos in en om Leeuwarden. Het verkeer vanuit Drachten werd omgeleid via Burgum. Auto's en motoren vanuit Heerenveen werden via het Oostergooplein de stad ingeleid.